Thibaut Van Akker 4-2 winst tegen Jong Genk. De schoonheidsprijs gaat deze wedstrijd misschien niet winnen, maar 3 punten zitten in de pocket. Ja, inderdaad. Dus het is niet onze beste wedstrijd geweest. Vorige week spelen we een hele goede pot en ga je 3-0 de boot in. Dus vandaag was gewoon het belangrijkste 3 punten thuis houden. En uiteindelijk beginnen we niet slecht, geduldig. En dan slikken we gewoon nog een goal waar we zelf in de fout gaan. En het zijn zaken die eruit moeten, zaken waar we aan werken ook. Maar moeten we sneller oppikken. Maar als groep zijnde, ik denk dat het positief is over heel de lijn hoe we gereageerd hebben. Ook na de 2-2, dat we toch nog kunnen terugkomen en die vechtlust en mentaliteit hebben om vandaag 3 punten thuis te houden. Ook een mooie 3-2, dat was een schitterende combinatie, denk ik. Rotja, de schrijver en Van Akker die het afwerkt. Ja, ik zeg het, maar het is ook het werk van het hele team. Hè. Je komt op een 2-2 na ook een te gemakkelijke tegengoal. En dan is het niet altijd evident om terug een tempo hoger te schakelen. En pluim naar het hele team dat we dat toch kunnen doen en kunnen brengen hebben. Ook met de steun van de supporters erachter. Maken we gewoon een mooie 3-2 en dan is het hek van de dam natuurlijk. Ja, en het mag ook gezegd worden, de ambitie was denk ik om thuis regelmatig te winnen. Buiten de wedstrijd tegen Anderlecht, foutloos parcours hier op de Sp. Ja, dat hebben we ook begin van het seizoen gezegd. Hè. Thuis willen we een heel sterke thuisreputatie opbouwen en daar zijn we aardig mee bezig. En ook we blijven stoorzender daar bovenin. We doen mee. Het is alleen maar positief, we moeten alleen maar naar boven kijken. Maar nuchter blijven, voetjes op de grond houden en vanaf dinsdag vol aan de bak naar donderdag toe. Over donderdag, dus kan een fantastische avond worden voor Leipzig. Sowieso een fantastische avond worden. 8000 tickets al verkocht. Dus zo'n wedstrijd doe je denk ik als voetballer. Ja, ik denk dat ik zeg het, 8000, 9000 man. Dat is gewoon fantastisch dat het gewoon leeft. En als groep zijn we er gewoon klaar voor. We leven nuchter naar die wedstrijd toe. Maar nogmaals, we spelen thuis, we spelen tegen Anderlecht. En het is voor iedereen een moment om zich te tonen. En ook als groep te tonen tot wat we in staat zijn. En daar kijken we met z'n allen naar uit. Ja. Merci Thibaut, succes.